Je bent ondernemer en je wil gaan groeien met je onderneming. Maar hoe doe je dat nou? In deze video 5 tips van echte ondernemers. Hoi, mijn naam is Ronnie Overgoor van 7D TV. En op dit YouTube-kanaal interview ik ondernemers. Dat doe ik 2 keer per week. En inmiddels staan er meer dan 1300 gesprekken op. Echte ondernemers die hun echte tips en ervaringen delen. En dus vraag ik ze ook regelmatig van, joh, hoe is het jou nou gelukt om te groeien als ondernemer? In deze video delen 5 ondernemers hun beste tip. Ik denk dat mijn tip voor groei is kwaliteit behouden. Ik zie dat heel veel bedrijven snel willen groeien en dat eigenlijk het doel groei is. Uiteindelijk denk ik dat het doel is je klanten blij maken. En ik denk als je kwaliteit behoudt door je klanten echt blij te maken, dan komt die groei echt wel. Tip om te groeien als ondernemer zou denk ik zijn, is dat je wat in ieder geval als een rode draad door het ondernemerschap van Pieter en mij is gevloeid, is dat wij altijd hebben nagedacht over slimme manieren om met onze cashflow om te gaan. En dat betekent dus zeg maar dat wij er altijd voor hebben gezorgd dat we niet te afhankelijk werden van banken of van investeerders. En vaak zie je dat jonge ondernemers meteen beginnen op zoek te gaan naar investeerders. Maar soms kun je er ook bijvoorbeeld voor, we zijn de Nederlandse Energiemaatschappij bijvoorbeeld gestart, door onze leverancier, met onze leverancier overeen te komen dat wij die later mochten betalen dan onze klanten ons betaalden. En toen hadden we een klein beetje startkapitaal nodig. Ja, en dan in één keer kun je dus superhard groeien zonder dat je daar investeerders of banken voor nodig hebt. En zo, dat is eigenlijk bij ieder bedrijf dat we hebben opgezet, zijn we ook heel goed gaan nadenken over hoe zorgen we ervoor dat we die cashflow zoveel mogelijk naar voren halen, zodat ons dat het minst kwetsbaar maakt voor externe partijen met geld. Zorg dat je een plan hebt. Dus alle investeringen die je maakt, zorg dat het onderstoeld is met een heel goed financieel plan. Wat teruggerekend is, wat doorgerekend is. En als je dan zeker weet van hey, dit werkt en als we die stappen gaan maken dat dan gaat lukken, dan kun je ook je investering maken dat je ook zeker weet dat het uiteindelijk een keer terugverdient. We are for organic growth, zoals we dat de hele tijd noemen, met eigen geld. Ik heb er het meeste vertrouwen in als je met je eigen centjes je groei kan betalen. Omdat we gemerkt hebben dat als we extra veel geld over hadden voor iets, dat niet per se dingen sneller gaan. Komt een punt in je ondernemerscarrière waar je echt de knop om moet zetten. Want je bent niet meer de persoon die heel veel petten op heeft en die heel veel dingen moet doen binnen het bedrijf. Er komt een moment dat je bedrijf groot genoeg wordt, waarbij het heel goed is als je een stapje achteruit neemt en je neemt de goede mensen aan die dat nog veel beter kunnen dan jij. Want soms zit je alleen maar in de weg te micromanagen. Dus dat was voor mij een goede les. Ik hoop dat je iets aan deze tips hebt gehad en dat ze je daadwerkelijk helpen om te groeien als ondernemer. Ik hoop dat het je lukt en wil je nou meer weten over andere ondernemers en hoe zij hun dingen doen en wil je leren van hun ervaring en hun lessen? Op 7DTV vind je er meer dan 1300 en elke week 2 nieuwe. Dus hieronder abonneren en klik ook eens op het belletje, dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi! We'll be right back.